production cinématographique qui s'est plutôt vu reconnaître une importance particulière par la propagande nazie. Goebbels, qui se définissait comme un amoureux passionné du 7e art, Goebbels zag in de bioscoop een zeer praktische manier om de mensen te beïnvloeden. Je kan emoties weergeven dankzij bewegende beelden. Het verspreiden van stereotypen is dus heel breed verspreid geweest dan via de bioscoop. Men spreekt van alles, behalve natuurlijk de toestand aan de voorhand van de oorlog in Duitsland. Ik zal het hier vooral hebben over het beeld van de Jood in Nazi-Duitsland, wat deel uitmaakt van de völkische ideologie van het regime. En het opbouwen van dat volksgemeenschap heeft zich daar rond opgebouwd. Men heeft de stereotypen gesystematiseerd om een deel van de bevolking bij elkaar aan elkaar te hechten. Er zijn drie strategieën die daarbij komen kijken. Eerst en vooral angst aanjagen, bijvoorbeeld een link maken tussen pest en verspreiding van de Joodse godsdienst. Documentaire gebruiken naar de waarheid nabootsen te zeggen. En dan tenslotte doen lachen of glimlachen. En dus animatiefilms werden ook gebruikt om die drie stereotypen te verspreiden. Het is minder bekend, maar toch er zijn grote middelen daarvoor gebruikt. Je gaat dus een reeks kleine films zien, beeld per beeld. De animatie is nog maar eens een kinderschoentjes periode. Volgens de mensen van het regime was het wel de moeite waard, want de tekenfilms hadden wel degelijk een aantrekkingskracht. Gekleurde, amusante films lokten het publiek naar de bioscoopzalen, waar dan gemakkelijk ook propaganda kon toegegeven worden. Er zijn ook nog zwart-wit filmpjes die dan zuivere propaganda zijn, die ook dan veel succes hadden. De animatie ontstaat in het Derde Rijk in drie types producties: reclame, films, radio, stukjes ook. Straks zullen we Nimbus Libere zien. En dan ontspanningsfilms, die er vaak neutraal uitzien, maar die toch een plaats vinden binnen het systeem. Dus na deze voorstelling zullen we het hebben over de diversiteit en de gebruik van animatie in open propagandistische producties, die dan heel expliciet bepaalde klassieke stereotypen overnemen in de Europese cultuur over de figuur van de Jood. En ik zal het dan ook hebben over zachte propaganda, die wat meer subtiel is, die wat speelt met het publiek in kleur, producties in kleur, en die dus meestal fabeltjes en die er nogal onschuldig uitzien. En ik zal hopen de link te kunnen leggen tussen de verschillende types van producties. Nou, eerst vooral een paar woorden over de veelvuldige gebruiken van tekenfilms voor het verspreiden van antisemitische stereotypen. Eerst en vooral het gebruik om schrik aan te jagen. Normaal gezien zou je een fotocopie moeten hebben met de vertaling, het zal in het Duits zijn, de Franse vertaling dan. Het is ergens ook vertaald in het Nederlands. Tolken zijn niet van op de hoogte. Het is een korte animatiefilm. Kaufmann nicht handelen. Het ging over de woorden van Theodor Adrian van Rentel, die baas was van de industrie en handel,
de economische programmatie van de NSDAP. De Joden worden daar vertoond als de vernielers van de economische cultuur. De Nimbus Libre vindt een ander voorbeeld van schrik aanjagen. Maar deze keer via een verhaaltje zonder, een fabeltje zonder happy end. Het is helemaal het einde van de oorlog in Frankrijk verspreid onder Duitse controle. Dit gaat over de Amerikanen. Dus ze komen niet af met sigaretten, maar wel degelijk met bommen. En het zijn de Joden die voor deze vernietiging zorgen. Net zoals in de vorige film is de karikatuur aanwezig die eenvoudige boodschappen kan dragen. Het werk van de tekenaar brengt het personage tot leven. Personage Sturmer en andere uit Duitse karikatuur. Amazing. Dus kleine personages in actie die hebben meer impact dan een tekening in een krant of een vast beeld. Die spreken meer tot de verbeelding omdat ze de werkelijkheid vereenvoudigen. Terwijl ze dus stereotypen overnemen. En men vindt dus de klassieke processen terug in deze voorstelling. Een andere stijl, maar nog altijd met duidelijke boodschappen. Gebruikt men pseudo-wetenschappelijke aanpak. Men dus terugvindt in de documentaire film De Eeuwige Joden. En hier tracht men te doen alsof men in de werkelijkheid was. Het gaat om montages met echte beelden tussen aanhalingstekens. En de bedoeling is
een bewijs te leveren van de slechte invloed van de Joden op de Duitse ras. Ik geef twee voorbeelden. De eerste is louter didactisch. Men wil wetenschappelijk zijn. Dus hier ziet u niet de Jood met een grote neus en een gekromde rug en zo verder. Het zijn gewoon neutrale figuren, laten we zeggen, omdat men dus wetenschappelijk wil bewijzen dat de Joden de hele maatschappij doordrongen. Dus de Joden zijn terug te vinden in de grote steden, maar niet om te werken in de fabrieken. Hè? Want in Berlijn bijvoorbeeld heb je maar twee Joodse arbeiders, onder alle arbeiders. Honderd. 100. Dus in de magistratuur, medische wereld, telkens zoveel Joden onder zoveel anderen. Een vergelijking. Het is geen karikatuur, ook niet wanneer de bedoeling is om de vernieling aan te doen, dus aangebracht door de Joden. Als het gaat over infectie in medische boeken, als men het heeft over de vergelijking met de pest. Lezing. Lorsque les Égyptiens peuplés d'agriculteurs s'élèvent contre les ouvriers et les spéculateurs étrangers, ces derniers s'exilent du haut et commencent leur croisade dévastatrice vers la terre promise. Ils s'installent et ils s'envergonnent dans un territoire qui leur était supérieur en matière de droit de culture. Ici se développe au fil des siècles, à partir du mélange oriental, à tendance négroïde, la race impure de juifs qui nous reste à nous, européens totalement étrangers. Nés d'éléments raciaux radicalement différents des nôtres, et différents par le physique et surtout par la loi. Nous ne nous en préoccuperions sans doute pas autant que nous, s'ils étaient laissés à leur patrie orientale. Mais l'empire cosmopolite d'Alexandre le Grand qui s'étendait de l'Asie mineure jusqu'à la moitié de la Méditerranée, et surtout l'immense empire des Romains, permet le développement de l'instinct migratoire et commerçant des Juifs. Et ils envahirent bientôt l'espace méditerranéen, désormais ouvert. Pendant qu'une partie d'entre eux se fixe dans les grandes villes, les lieux de circulation et de commerce de l'espace méditerranéen, la migration d'autres parties de ce peuple continue sans répit vers l'Espagne, la France, l'Allemagne du Sud et l'Angleterre. Partout, ils se rendent indésirables. En Espagne et en France, le peuple se soulève ouvertement contre eux au XIIIe et XIVe siècle et ils poursuivent leur migration, principalement en Allemagne. De là, ils suivent la colonisation allemande, porteuse de culture à l'Est, jusqu'à former finalement, dans les provinces polonaises et russes de l'Europe de l'Est, un nouveau et gigantesque foyer. Le XIXe siècle, avec ses idées humanistes troubles d'humanité et d'égalité, donne aux Juifs un essor puissant. Depuis l'Europe de l'Est, ils inondent au cours du
19e et au 20e siècle de manière irrépressible les pays et les villes d'Europe et même du monde entier. Un parallèle fracassant avec cette migration juive à travers le monde nous est offert par la migration massive d'un autre animal qui, lui non plus, ne s'arrête jamais, le rat. Les rats sont depuis toujours un parasite au crochet de l'homme. Leur patrie, c'est l'Asie. De là, ils migrent en colonies monstrueuses à travers la Russie et les Balkans, vers l'Europe. Au milieu du XVIIIe siècle, ils sont déjà répandus à travers toute l'Europe. À la fin du XIXe siècle, avec l'accroissement du trafic maritime, ils s'emparent aussi de l'Amérique, ainsi que de l'Afrique et du Moyen-Orient. Là où les rats surgissent, ils apportent la dévastation, détruisent les biens et la nourriture des animaux. De cette manière, ils répandent des maladies, la peste, le typhus, le choléra, etc. Ils sont pernicieux, lâches et cruels, et se présentent en grande colonie la plupart du temps. Ils représentent parmi les animaux l'élément destructeur et mauvais, comme les juifs le font parmi les hommes. Alors qu'on soit dans la caricature grossière. Een duidelijke karikatuur, ofwel in zogezegde wetenschappelijke vertoningen, illustreert dit wel degelijk hoe het in elkaar zit, zoals geformuleerd door Karl Ritter voor de Kamer van Cultuur, Cultuurkamer van de Naties. Het is juist omdat wij een vloed willen hebben op duizend miljoenen eenvoudige mensen, zegt hij, dat onze boodschap ook eenvoudig moet blijven. Er werd al voordien de nadruk gelegd op de eenvoudigheid van de boodschappen naar de massa gericht. We weten nogthans dat Goebbels vooral mikte op simplistische documenten. En daarom zal ik nu met jullie de potentialiteiten van de propaganda aanhalen. Dus van de zachte propaganda. Alles, het is een aanhalingsteken natuurlijk. Dus de kleine kleurentekenfilms gaat men naar een fabelachtige wereld. Maar de boodschappen worden daar wat subtieler verspreid. Goebbels zei bijvoorbeeld, van zodra het publiek beseft dat er propaganda is, is het minder doeltreffend. Maar zolang het in de achtergrond blijft en enkel werkt via acties, processen, contrasten tussen de mensen, dan wordt het efficiënt. En dus in de kleine gekleurde tekenfilms, ik heb een selectie gemaakt in een relatief beperkte keuze van 10 films, zijn veel minder personages die duidelijk getoond worden als de Jood. En als dat toch gebeurt, laat men het toch niet openlijk antisemitisch zijn. Dus officieel zegt men, vertelt men gewoon een klein verhaaltje. U gaat een snelle montage zien, ter voorbeeld. Een uittreksel uit een filmpje, een boompje dat andere bladeren wou. En dus Sandra Daags krijgt hij gulden bladeren. Maar de Jood loopt daar rond in het bos en steelt zijn gouden bladeren. Dus het gaat hier eigenlijk over een klein poëma, maar wel, nog altijd verteld vandaag in de school, maar wel in een politiek correcte versie. Het is niet langer een Jood, maar gewoon boef. Der Jude durch den Wald. Zack!
We zouden ook nog een film kunnen aanvoeren die door de Nederlanders werd vervaardigd tijdens dus de bezettingsjaren. We kunnen dat spijtig genoeg niet volledig uitzenden. We hebben alleen stukjes dan over. Het gaat hem over een neushoorn die terugkomt uit het oosten. En hij hoopt dus op gelijkheid, vrijheid, democratie. Alleen maar echter om de andere dieren uit het woud te kunnen uitbuiten. Een paar uittreksels. Dat is een documentaire die een paar jaar terug op Arte werd uitgezonden. En voor de mensen was het duidelijk dat het om een Jood ging die dus tegen natuurlijke verenigingen voorstond. In dus de destijds Nederlandse nazi-partij, de NAPD, wordt dus de vinger gelegd op de doeltreffendheid van die propagandafilms. Maar vaak worden meer omzeilende procedures gebruikt die niet zo grof zijn. Het is dus meer een subtiel spel dat wordt gebruikt. En vaak gebruikt men ook dus dieren. Bijvoorbeeld de domme gansje. Daar moet men het hebben van een ideeënassociatie. En waar dus de Jood wordt gekoppeld aan dieren die een slechte rol spelen, aan ongedierte en zo verder. Dat waren dus, was beeldmateriaal dat bestemd was voor de Hitlerjugend. Dan hebben we ook bijvoorbeeld de aankomst van de sluwe vos die het mooie meisje verleidt, dat op een, of het mooie meisje de gans, op Kemsler muziek, Joodse muziek uit de jaren 30. Ze wil meneer Hagans niet trouwen en ze hangt dus de mooie uit in plaats van sport te doen. Dus als besluit kunnen wij zeggen dat de recherche op het stuk van de nazi-propaganda erop gewezen heeft dat zij dus beroep doen op impliciete representatieve codes om dus het mechanisme van de propaganda zo doeltreffend mogelijk uit te buiten. En alle nazi-films waren ongeveer allemaal propaganda-films.
En de kritiek legt ook de vinger op het feit dat dus de ontspanningsfilm toch altijd een rol speelde als een soort stabilisator van het naziregime. Toen kleurenfilm nog uiterst zeldzaam waren, dan werden al dus tekenfilmpjes geproduceerd in gekleurd. Maar die tekenfilmpjes hebben niet alleen de stabiliteit van het systeem gebaat, maar in bepaalde van die films hebben zij ook de genocide, de Shoah, bevorderd. Want de, het ongedierte, die worden dus onmeedogenloos vernietigd. Het zij door bommen, het zij gewoon door kogels. En door die transpositie in een verbeelde wereld moet dat eigenlijk dus ook de eliminering van het Joodse volk aanvaardbaar maken. Een laatste voorbeeld van de domme, domme kleine gansje. En alle dieren hebben dus vernomen dat de vos erin geslaagd is de stomme gans te verschalken. En de domme gansje heeft er dan de les uitgeleerd. En zij aanvaarden dat zijn meneer gans gaat trouwen. En ze trouwden en hadden veel kindjes. En dan onder een heel andere vorm, maar nog altijd op hetzelfde stramien, hebben we hier dus een voorbeeld van de eliminering van de eeuwige Jood. En het is dan ook geen toeval dat het filmpje werd getoond aan de soldaten in de dorpen voor het begin van de vernietiging. De Joden worden daar gelijkgesteld met ratten en ratten moet men verdelgen. Dus dat werd dan geprojecteerd ter gelegenheid van verschillende propagandacampagnes. En het gaat hem dus volgens het filmpje om een soort wettige geweld dat wordt gebruikt om zichzelf en zijn gemeenschap te verdedigen. Dus die blijkbaar onschuldige producties waren dus ver van onschuldig en maakten gewoon gebruik van stereotypes die heel vaak werden herhaald. En met dus die verholen propaganda zijn dus die films vandaag nog zo gevaarlijk geacht, worden ze nog zo gevaarlijk geacht dat dus het vrijgeven ervan en het projecteren ervan vermeden wordt. En het is soms vaak heel moeilijk om dat uitzonderlijk filmmateriaal te kunnen bemachtigen. Ik dank u voor uw aandacht.